keer eens lekker eten. Ik heb zo net de vlog al in elkaar gezet. En dit is mijn ontbijttafel. Oh, lekkere koffie. Lekkere salami zonder look. Worst. Lekkere suiker. Mijn sandwichjes. Boter, choco. Melk. Mijn mok. Dus top. Het waait nog redelijk hard buiten, zie ik. Ja, toch redelijk fel. Ja, dat wil ik zeggen. Mama zei ook al. Ja. Dus we gaan nog bekijken wat we nog allemaal nog kunnen doen vandaag. Maar eerst lekker, lekker, lekker eten. En dan zet ik ook terug mijn muziek op. Ken ik niet. Allee, terug uit. Zelfs heb ik copyright claims. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo mensen, we zijn hier lekker Uno aan het spelen. Welke kleur? Groen. Ja. Stot zij het hele hoopje om en zij gooit maar op en zij gooit maar op. Eén, twee, drie, het is een flyby. Oké. Voilà. Dat zijn er al acht. God, mijn janen om een juur. En ik heb het nog met een blanco. Nee, ik heb geen blanco. Dus dat hebben we altijd gezegd. Dus bij een blanco, dan moet je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is het dus de opvolging van de vorige kaart, dan moet dat ook wel zo'n zwarte kaart zo zijn. Kleur, ben ik aan het wachten. Groen. Oké, wachten. Ja, heb ze. Dan gooi ik maar in een groene vijf op. En wachten. Kijken. En het blijft groen. Oké. Maar ik ga toch van kleur veranderen hoor. Voilà, we gaan naar rood toe. Dus het is wel echt heel leuk om te spelen zo samen. Dus ik ga nog even wat concentreren. Tot straks allemaal. Jojo. Ik heb gedaan met Uno spelen. Dan gaan we ook nog eens naar de laatste week van Uno. Je vergeet iets te zeggen van na die spelletje. Wie is eigenlijk altijd gewonnen? Dat is maar een detail dat mijn schat altijd gewonnen is. Ja, nee, maar jij stoeft altijd als jij wel wint. Maar als iemand anders wint, dan stoef jij niet. Ja, mijn schat heeft dus in totaal 3 keer gewonnen van mij. We hebben 3 keer gespeeld en telkens ben ik gewonnen. Ja.
En hij dacht dat hij mij ging inhalen de laatste keer, want hij zei, nu ga ik je inmaken. En dan eens, wie was gewonnen? Ja. Ik ben goed in dat spel, weet je hoe dat komt? Ik heb dat te veel gespeeld vroeger op de dagcentrum. Oké. En ondertussen tijd is ook nog altijd mijn vlog nog altijd in herinneren. Ja, maar die moet toch nog niet meer zo lang, denk ik. Nee. Het is nog een goede half uur. Dan gaan we eerst nog naar de winkel toe. Pardon. Dus ja, oké. We gaan dus eerst naar de winkel toe. Dan gaan we naar een leuke serie kijken. En dat heet F. Familie. Juist, ja. En daarna gaan we nog zien wat we dan daarna nog kunnen doen. Dat wijst de toekomst nog eruit. Misschien nog een spelletje Rummikub. Mijn stuur die staat ook nog altijd gemonteerd aan mijn computer. Dus ik kan ook nog altijd richting Eurotrack Simulator 2 ook gaan. Schat, eigenlijk wil ik u daar nog iets over vragen. Ja. Want je was er gisteren aan het spelen, nu dat je over begint, denk ik daar weer aan. Ja. Ik hoorde die pendelen heel hard op de grond schuiven en omhoog omlaag gaan. Misschien dat je daar een deken of iets onder kunt leggen, dubbel geplooid. Ja, want ik ga daar ook nog een mat verkopen, omwille van dan schuift die, want daar zitten ook napjes aan. En ja, omwille van het schuift nu continu weg, ook met de Eurotruck Simulator, dus ik moet daar ook nog wel eens iets op vinden. Dus ik dacht misschien die blauwe deken voorlopig daaronder te leggen, dat die dubbel geplooid is. Nee, dan schuift dat echt altijd weg. Ja, maar dat is toch misschien handiger voorlopig dat die lawaai minder is. Ja, maar het probleem is, dan schuift dat continu weg. Heb je dat al geprobeerd? Ja, dat heb ik het altijd al geprobeerd. Oh. Dus die mat van de voeten. Die mat van de voeten, hè? Ja, die je normaal voor de deur legt. Ja, ik ga aan mijn vader vragen of er zo die harde plastic op zijn werk. Die heeft zo vierkantige, van die, hoe noemen ze dat? Zo onderlegplastic, zo voor tussenleggers. Dat is toch ook goed? Maar die deurmat, dat weet ik niet als dat gaat helpen. Dan kun je toch voorlopig proberen totdat je dat hebt van je pa. Ja, dat is wel waar. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Sneller dan verwacht heb ik toch al een oplossing voor mijn pedalen gevonden. Nee, het ligt er nog niet. Dus voor die pedalen dat ik dan bedoel, van Eurotruck Simulator, dus hier is mijn stuur. Joink. Mag ik dan eens proberen met die stuur te rijden? Je mag dat eens proberen, ja. Oei, mijn schat gaat ook eens proberen te rijden met de stuur. Oei. Ja, dat is de enige keer dat ik met een stuur kan. Dan kan ik in de auto, heb ik ook soms een neiging om de stuur vast te nemen. Maar dan doe ik het niet omdat ik niet kan rijden. En omdat ik geen rijbewijs heb. Uh-huh. En ik moet niet besturen om dan aan de achterstuur te krijgen. En hier gaat dat gewoon. En wat ik nu ga zeggen, daar gaat het misschien kwaad om zijn. Pas op, er is het weer een vrouw uit de stuur. Bloed aan de muur. Bloed aan de muur. Fuck, ik ben mijn papier vergeten. Voilà, ze trapt het al af. Ze trapt het al af. Huh. Weet je wat? Dan vanochtend langer wachten. Ah ja, hier staat mijn notte nog. Dus ik ga die ook even eerst laten drogen. Het is iets van ACV, maar ik kan het niet te goed zien. En van wel weer al. En ze is goed ver op vooruit. Hè. Kijk eens, joink, ze is al om de hoekje.
wachten op mij. Nee, dat doet Freudis niet. Dat doen de Freudis niet. De mans moeten... De mans moeten altijd achter de Freudis aanlopen. Ja, dat is al waar. Oh mannetjes, en het waait toch altijd kei hard. Wat vliegt? Ja. Voilà, ik kan nu binnen. Voilà. Heb je bal? Ja, ik heb post. Goed of slecht nieuws, post? Ja, even eens kijken als het goede nieuwspost of slechte nieuwspost is. Oh, en deze is knetsnat, die moet je laten drogen. Ja. Eerst zou je die moeten laten drogen als die nat zijn. We stellen vast dat bij het huur betalen zonder of met een foutieve mededeling. Elke mededeling is persoonlijk per huurder, per adres. Op basis van deze gestructureerde mededelingen zien wij onmiddellijk voor welke huurder dit bedrag bestemd is. Indien je geen of een foutieve mededeling gebruikt, kan het zijn dat het huur niet aan jou of jouw adres gekoppeld wordt, waardoor je onterecht een achterstal creëert. Via dit schrijven vragen wij dan ook om in de toekomst enkel en alleen de onderstaande gestructureerde mededeling te gebruiken op jouw overschrijving bij elke betaling voor de huur. Gelieve geen andere tekst te gebruiken of bij... Dit is jouw... Dat moet ik dan ook weer geven aan Glenn. Want de OCMW betaalt dat van mij. Nu gaan we dat eens van de ACV eens bekijken. Die is een nat, schat. Ja, maar die gaat dan heel goed open, ziet. Ja, maar die kan ook snel scheuren, hè? Ja, ik weet het. Daardoor ik het ook heel voorzichtig eruit haal. Ik wil eens weten wat er is weer al. En de bewaarminutante. Fuck off dat ik daar aanwezig ga zijn. Kernvergadering. Nope. Ik doe daar niet aan mee, ACV. Waarom blijven jullie mij lastigvallen? Ik snap het niet. Waarom blijven jullie mij gewoon daarvan lastig mee vallen? Ik doe er gewoon niet aan mee. Punt uit. Ja. Ik heb jeuk. Ik ga nu vertrekken, of anders komen we nog zaterdag te laat bij zo mijn ouders. Zo mensen, ja, ja. Wij zijn nu hier thuis terug bij Dimitri aangekomen. En Dimitri heeft boodschappen gedaan. Zie, want hier staat hem. In de... auto, melk. En koekjes. Ik ben u aan het filmen, hè? Ja, hoe ik aan het filmen ben. Zie, en dit staat dan nog in de auto. Dit heeft Dimitri dan nog verder gekocht. En ja. We zijn ondertussen ook de oplossing van zijn betaal hebben we ook al mee. He, we hebben ook die oplossing van uw betaal bij, hè, van boven. Ja. En ik ga nu jullie overgeven. En Dimi, als Dimitri zou kunnen. Of we zien jullie terug bij de overal aan in het appartement. Joe. We in het appartement waren op het einde, denk ik. Dus je moet even kijken dan. Oké, dankjewel voor mijn vlog even over te nemen, schatje. Dus hier ben ik weer, mensen. Ik ben nog even naar de winkel gegaan. En wat ik dan hier ben vergeten, is die fucking verwarming uit te zetten. Dit
Ga maar gebruiken. Om mijn betalen eronder in te schuiven. Dus dat ga ik ze niet nog maken. Hier op tafel. Zetten we wel de ramen misschien ook wel gewijd open, want het is echt wel een sauna hier. Dus hier in de sauna, ja, en dan gaan we ook de ramen waar gewijd open doen. Of jij mocht dat doen. Ja, ik doe wat dat mocht. Ja, dat mocht. Ik bedoelde dat zo. Ja, dat mocht. Dus dan gaan we hier even wat plaats maken op de tafel. Voilà, zo. Dan ga ik ook nog de pedaal halen. Yo, hier ben ik weer. Dan moet ik de pedaal halen. Die kunnen we eigenlijk afkoppelen. Ja. Dus dat is goed. Kan ik die gewoon zo apart meenemen. Voilà. Misschien dan iets groter, dat die er nog zo... Ja. ...zoiets tussenuit komt. En dat die dan hier zo in het midden staat. Ja. Dan pakken we onze rubberen mat. Voilà. Die leggen we hier op tafel. Wat? Dat was zo groot is. Nee, was dat wel niet zo hoog, maar ik ben wel beter te zeggen. Oké. Dan gaan we een schaar nemen. Oeh, hier, minst. Maar ik doe. Ja, als ik die zelf voilà, zo heb gedaan, dan mag je door. Kom maar. Waar heb ik over? Mijn schaar ligt ook nog bij mij, dus dat was goed. Ik moest niet te ver gaan dan. Oh, Dimi. Toch? Dan ga ik jullie even kijken als dat gaat lukken. Ja, zo. Dat is goed. Ga ik jullie hier zo daar neerzetten. Dan kom ik hier terug erbij. Waar heb ik nu mijn pedalen gezet? Ah, hier. Hier is dan mijn pedalen. Schuif dat er onderuit. Voilà. En dan wat rondom knippen. En dat klein beetje hier zo zetten. Klein beetje dat wat uitsteekt. Zo. En dan knippen. Die schaar lukt al niet. Ik kan er eens even kijken voor de andere schaar. Maar ja, ik weet waar die ligt. Voilà, ze. Dan gaan we daar opnieuw knippen. Ja. Oh, ja. Zo, ja. Weet je wat? Wat ik ook nog ga doen? Hier ligt mijn stilo. Maar dat hier zo wat. Dus dat gaat zo. En dan zo. Teken daar ook nog een tekeningsknop. Voilà, ze. Ik hoop dat dat werkt, hè, mensen, voor Euro Truck Simulator. Voor dan nog wat stabiliteit te hebben met mijn pedalen. Eigenlijk moest dat er ook automatisch te bij liggen. Zo een matje van rubber. Amai, het is toch niet zo simpel hoor, voor te knippen. Yes, ik ben erdoor, eindelijk. Kan ik dit weer al oprollen. Want ik heb het alleen maar nodig. Voor, zeg het.
Ja, voor mijn pedalen. Ik leg dat er nu al bij. Dus ik ga jullie meenemen. Want ik zat daar gisteren ook mee te suggelen. Zo misschien, of zo. Oeh, daar gaat schuif ook nog wel fel, hè. Ja. Hopelijk werkt het. Dan gaan we die pc gaan we daar ook nog opzetten. Ja, de pc schuift al niet. Dus dat is al een goed teken. Dus dat is goede rubber. Voilà. Eens even kijken. Moet nog ietsjes mee naar Hinder toe. Ja, zo, ja. Oké, nu omhoog die pc-kast aan de zijkant. Hehe. Wat een bevalling. Voilà. Dan, nu, de pedalen. Oh, perfect gewoon. Die staan hier gewoon muur vast. Die kunnen echt amper bewegen. Dat is goed. Dat is goed. Dan nu nog hier. Terug hier insteken. Voilà. Dat is ook al gebeurd. Dan. Nu nog mijn vlog nog in de upload gooien. Dat moet ook nog gebeuren, want die is klaar met renderen. Dan kan ik ook nog even... ik ga hier ook... Hier bij Cycle TV... Gaat je ook de uitslag weten van de wedstrijden die een dag op voorhand is gespeeld, dus nu de 14e van de EK. Ik wil dat gewoon echt bijhouden voor jullie en ook de opkomende wedstrijden ook dan even daarbij zeggen. Als ik het nog een keer terug... Fuck, ik heb dat nu gewoon weggeklikt. Nou, ja. Kun je zelfs mijn handen geven voor mijn handen, of mag ik die gebruiken? Die mag je gebruiken. Alsjeblieft, schatie. Graag gedaan, schatie. Ja, ik wou niet met mijn natte handen aan de kast komen. Oké. Oké, wacht, hè. Start. Schema. De 14 juni hebben dus Duitsland tegen Schotland gespeeld. Duitsland is geëindigd met 5-1 tegen Schotland. Dat was de einduitslag van 14 juni. 15 juni, daar speelt vandaag Hongarije tegen Zwitserland. Om 15 uur. En nog eens om 21 uur Italië tegen Albanië. De 16e speelt Polen tegen Nederland. Dus, hup, Holland, hup. Dan om 21 uur Servië tegen Engeland. En dan nog eens om 18 uur Slovenië tegen Denemarken. Veel succes. En dan nog de 17e. Dan speelt Roemenië tegen Oekraïne. Dan speelt om 21 uur Oostenrijk tegen Frankrijk. En dan om 6 uur, dus om 18 uur, dan is het aan ons, hè. Aan ons België. België tegen Slowakije. We gaan die Slowakije, de Slovaakse mensen, inmaken, man. Echt waar. Mijn pronostiek is... Pas op, hè. Die is al 2 keer uitgekomen, hè. Oeh, mijn pronostiek is... tegen Slowakije... 2-0. 2-0 voor België. Echt waar, 2-0 voor België. Laat het hieronder in de comments weten wat jullie pronostiek is. Dan ten 18e juni speelt, ik ga deze ook dan nog even er nog bij nemen, speelt Turkije tegen Georgië om 18 uur. En om 21 uur Portugal tegen Tsjechië. Voilà, ça. Dat zijn de komende wedstrijden. En dan speelt België opnieuw de 22e. Dus de 17e en de 22e spelen we.
En de 23e niet. 24 ook niet. 25 ook niet. 27. En de 26e juni. Nog ergens iets? Nee. Tot de 26e juni. Dus, we dan, dus 26, 24... Nee, 22 en 6... Nee. 17. Dus 17 juni... En 26 juni speelt België. Dus onthoud die datums. En support het voor België. Er zijn ook al verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ik weet ook niet hoe het zit in Wallonië. In Vlaanderen zijn er redelijk veel grote schermen opgetrokken. Ook voor het EK ook te kunnen volgen. Ga daar naartoe. Dat is ook heel leuk voor sociale contacten te kunnen leggen en al. Maar hou het ook deftig. Dus dat je geen boel gaat zoeken of zo op die dingen en al. Hou het leuk, hou het feestelijk en al. Want wij zijn er weer al bij, ja, bij de EK. De Europese qualifiers. Of de Europese... Waarvoor staat eigenlijk EK? Dat wil ik nog heel snel opzoeken. Waarvoor staat EK? Europees kampioenschap. Voilà, staat de Europees kampioenschap. Dan weten jullie dat ook. Of Europese kampioenschappen. Ja, voilà. Dat is alles. Dus dan ga ik jullie laten, we gaan nog zometeen nog even wat Rummy Cup spelen. Yay! Hallo mensen, wij zijn dus op zoektocht naar een PC-scherm. Hopelijk gaan we nog eentje vinden. En die gaan we dan ook uithalen. Dat is ook leuk voor haar ook om mee te nemen naar LAN-parties toe. Dus dan weten jullie dat. Ik ga ook dus een kleine oproepje doen ook op mijn opnieuw op mijn Facebook. Dat is toch geweldig, hè, Facebook. Knuffel terug. Yay, met een smiley. En dan nog zo'n lekkere. Yeah, Valassa. Dus, ah ja, dus ik ga jullie ook nog één ding iets zeggen. Dus, ik zoek dus ook games die compatibel zijn dus met mijn gamingstuur. En wat ik ook afvraag, dat is van... Superdrive Race Wheel Superdrive Gaming stuur. Dus welke games dat daar ook compatibel mee zijn om mee te kunnen gamen. Amai. Ik kreeg ook veel spamverzoeken. Tegenwoordig ook op Facebook. Oh, dat is zo irritant, hè. Ah, Niels Franken. En wie is Niels Franken? Ken ik zelfs niet. Ah, dat is hij. Oké. Oh my god, dus we zijn dus echt op zoek. Allee, ik ga jullie nu laten, want er is iemand mee aan het bellen. Jojo. We gaan nog een keer weg. We gaan nu naar een elektro... de zaak voor nu eens Bea te helpen, mijn liever te helpen om zeg het
een computerscherm te kopen. Dus we gaan nu richting, eerst richting Krevel. Dan van de Borre. Kijk, in Krevel dan is dat pak soms een... Dus ik zie jullie allemaal samen. Na Mediamarkt, dat daar de beeldschermen redelijk duur zijn, boven de 200 euro, zijn we hier nu aangekomen bij Krevel. Hopelijk zijn hier wel beeldschermen redelijk goedkoop, dat we kunnen gebruiken voor de pc, ook voor mijn schatje te kunnen in gebruik te nemen. Maar dan gaan we wel met de lift naar onder, voor de veiligheid. De Krevel heeft ons goed geholpen, want die heeft ons doorgestuurd nu naar de Aldi, hier in Genk. Hier gaan we dan ook eens kijken voor een computerscherm voor mijn allerliefste beerken. Zo mensen, dan nog opnieuw bij een Krevel aankomen, maar niet. Toons weet hier samen met Krevel, hier in Genk. En ik wil nog altijd zeggen, Toons is ook nog altijd ook nog een van de beste computerwinkels in België. Ook Lion Gaming Solutions is een zeer, zeer, zeer goede computerwinkel. Daar moeten jullie ook eens naartoe surfen. Lion Gaming Solutions, dames en heren. Die verkoopt heel goede gaming PC's en al. Dus ga ook eens naar hun website toe. Dus, voilà. Nu binnenkort moeten we hier terugkomen voor de monitor te komen ophalen. Dus die is momenteel nu besteld en onderweg. Voilà. Dan moet mijn schatje, hè, niet meer achter een kaljoekel van de PC, van een tv zitten, hè. Ja. En daar is zij dan ook 100% blij om. Dan gaat zij nog meer achter die pc zitten, denk ik. Ah nee, voor de pc zitten, denk ik. Stuk TV heeft geüpload. Ja, ah ja, het is zaterdag. En het is al 5 uur voorbij geweest. Weer al een opdracht. Yeah. Ah nee, het is zaterdag. Dat is al woensdag. Ruzie nou. Met Schipper. Oei, ruzie met Schipper? Ah ja, die. Ja, ja, ja. Dat is zo'n short movie. Maar we gaan nu vertrekken terug richting Begonialaan. Dus richting mijn appartementje toe. Oh. Allee. Salukes. Zo mensen, ik ben terug aangekomen hier op mijn appartementje. Mijn lievertje is een monitor rijken die binnenkort gaat aankomen. Jee. Kan ze ook wat meer bij mij zitten. Ik ga nu ook bij haar zitten om samen. Ja, ze gaat iets eten. Ik heb geen honger, ik heb wel last van mijn maag. Ik heb iets kleinigheid, wel eten, dat weer wel. Eén sandwich kunnen of zo. Voilà. En ik ben terug. En nu ben ik mijn sleutel kwijt. Voilà, nu heb ik terug de juiste sleutel. Jullie vragen toch telkens keer af wat hier op staat, zeker. Ik weet zelf ook al niet meer wat erop staat. Pestepost.nl. Als je een pakketje hebt van Knolpower en graag die niet in de brievenbus past, leg het AIB dan in de gemeenschappelijke ruimte langs de overdekte fietsenrek. Daar heb je een rode deur, doe die maar open en leg het daar maar neer. Met vriendelijke groeten, Dimitri Remers. Met mijn handtekening daarop, mijn oude handtekening nog daarop. Oh ho. Ja, toen had ik gezien bestaan van Knolpower. En nu ga ik even bij mijn schatje zitten. Voilà. En ik ga zelfs mijn pc ook afsluiten. En dan gaan we richting de kamer, gaan we daar nog wat serietjes kijken. Noem maar op. Dus. En het is ook wel wat winderig buiten. Man, man, man. Wat een wind staat er al vandaag niet. Mijn schat, haar is nu kriskras door elkaar door de wind. Dat is al de hele dag. Oh, dat is al de ganse dag. Ah, oké. Nee, dus ik ga jullie laten. Ik ga hier ook al de vlog beëindigen.
binnenkort zit mijn schatje dus niet meer achter een televisiescherm, maar achter een monitor, eindelijk. Dus dat, die upgrade heb ik dan ook nog eens gedaan. Wie? Ja, we. Want dat was ook, dat is jouw idee. Dus we gaan, dan moet ik ook nog zien wat ik ga doen met die televisie die ik dan nu op overschot heb. Hoe kunnen we daarmee doen? Niks. Als we daar de laptop continu op aansluiten op die televisie, dan kunnen we daar op de slaapkamer continu naar groot scherm op familie kijken. Voilà, ik heb weer een idee gevonden wat we kunnen doen met die televisie. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Maar dan moet je ook nog geluid hebben. Daar ligt een box. En daar staan nog twee boxen op dingen. Ofwel moet ik ook nog eens... Ik heb een box op thuis die ik niet zoveel gebruik, hè. Nee? En die ik op die. Oké. Die kun je dan ook eens meenemen naar hier toe. Bijvoorbeeld als we die dan daarvoor kunnen gaan gebruiken. Als jij dat ziet zitten, hè. Maar ik wil dan wel dat als we het kijken dat het niet te luid staat op de kamer. Want de tv is meestal te luid op camera. Ja, en het razen van al is ook, schat, dat ga ik ook eerlijk ook toegeven, ook aan de kijkers en al. Ik mis het televisiegedeelte op mijn slaapkamer. Waarom? Ik heb altijd, ik ben sinds kleins af aan grootgebracht dat er een televisiescherm was op mijn slaapkamer en al. Dus je moet denken, kijk maar ook naar mijn allereerste vlogs. Dan had je eerst met een computer. Dan had ik zo een kastje waar ik dan op papierwerk en al kon insteken. Ja, die kastje moet ik ook nog eens vragen. Daar kan ik dan hier ook mijn laptop dan op zetten. Daar stond dan ook nog mijn laptop op. Daarachter had ik mijn digirecorder van Telenet dan. Daar stond dan ook nog eens op mijn televisie. Dus ik keek dan telkens keer naar Chunk TV. Oh, die tijden van Chunk TV. Dat zijn nog oude tijden. Dat is lang geleden, Chunk TV. Wie kent dat allemaal? Laat het dus hieronder in de comments weten. Van Frank Moner, hè. Wie kent ook nog Game Power? Laat het hieronder in de comments weten. Wie kent de Freaky Frank Show? Nee, zeg ik niet. Dus even kijken hoeveel mensen dat het zo zeggen. Ja, ik ken Chunk TV. Ja, ik ken Game Power. Ja, ik ken Freaky Frank Show. Maar nu is ook de grootste vraag. Van waar is Frank Molnar zeer bekend geworden? Met welke programma? Laat het hier eens onder in de comments weten. Dan schrijf je gewoon... Het antwoord op de vraag is... Puntje, puntje, puntje. Dus kijken als jullie het weten. Bij de volgende vlog zal ik het ook gaan zeggen wat het antwoord is. Die ga ik hier wel direct hierna al opnemen. Dus dan weten jullie dat er ook in een fragment voor de volgende vlog erin zit van ook wel wat eigenlijk wel bij vandaag wordt. Mag ook wel eens. Dus daar ga ik dan ook het antwoord zeggen. Dat ik dat zeker niet vergeet. Voilà. Heeft het gesmaakt, schatje? Oké. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Weet je wat? Eens even kijken als het gaat lukken, hè. Komt geen geluid uit. Ik wil dat niet. Ah, ze wil het niet. Oh. Oké, dan moet ik het maar doen, hè, mensen. Dan moeten jullie het maar met mij doen, hè. ik denk dat jullie wel de groetjes krijgen wel van mijn schatje, hè. Ja, ze knikt ja. Dus jullie krijgen... Nee, geen groetjes. Jullie krijgen de shout-out van mijn lieverd uit. Klopt. Heb je het gehoord? Klopt, heeft ze gezegd. Dus, hier ga ik het dan ook beëindigen.
Ah ja, ik ga ook nog een shout-out doen naar EXO en de DC, Puttermew. Ik ga het ook naar Kruby doen. Of Kruby. Kruby of Kruby? Hoe spreek je het uit eigenlijk? Dat weet ik niet. Maar je weet wie ik bedoel, hè? Ja. Dus, en ook, wie ik ook heel zwaar mis, is ook een shout-out naar jou, Shifty, toe. Shift Happens. Weet ik dan ook nog de DC? Heb je die al gezegd? De DC heb ik al gezegd, oei. Dus je hebt die al twee keren. We hebben dan nog Doogie. Dus een shout-out van mij uit naar jou, Doogie. Juicy HD. Bert. en nog zoveel kijkers. Jullie allemaal, hè. Ook Ginder, de familie. Je weet wel, die familie die ik nu over heb, die hier ietsjes verder wonen. Ook een shout-out naar jullie toe. Ik ga jullie namen niet gebruiken, om van ook voor de privacy-wetgeving. En ook voor jullie privacy te respecteren. Dus doe ik het zo. Dus ook een shout-out naar jullie toe, familie. Echt waar, jullie zijn ook een toffe klikske. Een shout-out naar Tamara en Mano. Een shout-out naar mijn maatje toe. Een shout-out naar Evelien toe. Een shout-out naar Glenn toe. Shout-out naar de organisatie van 666 Gamers. En al de gamers die daar allemaal bij horen, de community. Dus ook een shout-out dus naar jullie allemaal toe. En een shout-out ook naar Xland toe. En een shout-out naar Freakomatic toe. Daar heb ik ook nog een kleine vraag tegen toe. Gaat Freakomatic in september door? Ja of nee? Wie heeft er alsjeblieft informatie? Want het blijft letterlijk en figuurlijk stil, hè, bij Freakomatic. Is even heel snel kijken als ik geen verkeerde informatie geef. Google open doen. Dan, toetsenbord komt omhoog, Freak, streken, O-matic, ja. Dan eens even kijken als er nieuws is, want ik ga nu naar hun website toe, via mijn mobiele gsm. En het staat nog altijd open op de wintereditie. Jullie zien het, de wintereditie. Freak-O-matic 25.0 Winter Edition. Ja, wat moeten we daarop zeggen? Shit happens? Niet shift happens, hè, maar shit happens. Misschien kan Shifty of Kruby misschien wel wat informatie wat lospeuteren van de organisatie van Freakomatic. Wie weet. Misschien dat ze reageren hieronder in de comments. Please. Want ik wil ook op de hoogte gehouden worden wanneer dat die inschrijvingen open gaan voor 6, 7 en 8 september naar Freakomatic te gaan. Voilà. Ik ga hier nu ook de vlog beëindigen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Of een postje gepost wordt. Of een short movie gepost wordt. Ik zie jullie allemaal later terug. Tot later allemaal. Yo. Ja, zoals beloofd. Waar ik op de livestream heb gezegd. Ik krijg hier nog opnieuw een tweede afsluiter toe. Weer om met shout-outs van Scopatropa. Mr. Rizzler. Randy de Gamer. Zien ziet ik wel een shout-out toe naar Rick Tamaris. Dan Trumpata. Via Sakan. Je weet toch? Fun. Koop Edit. Wilt een shout-out doen naar Sony van de Steen. Juicy HD wilt een shout-out doen naar Kenny F. Funny Koop Edit wilt een shout-out doen naar Dries van de Langenhoven. En Mr. Rizzler wilt ook nog eens een shout-out doen, richting Marcel. Miral is het. Juist, Miral.
Dus opnieuw, vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet om mijn belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Want de livestreams doen het redelijk goed de laatste tijd. De twee laatste livestreams hier heb ik in een totale kijktijd gehad van 20 uur en 16 minuten en 21 uur en 59 minuten. Dankjewel allemaal voor naar mijn livestream te kijken. Ik ben daar echt jullie 100% dankbaar voor. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En ik ben ook nog eens jullie 100% ook nog eens dankbaar voor dat jullie ook altijd kijken naar mijn vlogs om 19 uur. Ik doe ook nog altijd mijn best om leuke dingen te doen voor jullie. Jullie zien het. Ik doe echt uiterst mijn best. Meer kan ik niet doen. Goed, later. Dag.